Mijn apparaat maakt geen verbinding met wifi. Wat kan ik hier aan doen? Hey, Heyman. Een draadloos apparaat, zoals in dit geval een printer, maakt geen verbinding met wifi. Wat kun je proberen om dit op te lossen? Ook als het gaat om bijvoorbeeld een slimme thermostaat, een wasmachine, je verlichting of een babyfoon. Dat is altijd even zoeken. Als je op andere apparaten wel een goede wifi-verbinding hebt, dan ligt het waarschijnlijk aan het apparaat zelf. Bijvoorbeeld aan de verkeerde instellingen. Maar het kan ook een software- of chipprobleem zijn en het is voor ons niet altijd makkelijk om dit te achterhalen. Want een printer of wasmachine is natuurlijk geen apparaat van Ziggo. En elk apparaat heeft ook nog eens zijn eigen instellingen. Precies. Maar je kunt zeker wel een aantal dingen zelf proberen. Ik geef je wat tips. Als je geen wifi-verbinding hebt, zoals bij de printer, zet hem even uit en vervolgens weer aan. Helpt dit niet? Probeer dan met je apparaat dichter bij je wifi-punt te staan. Ook dat helpt soms. Gaat het om een wasmachine of ander apparaat wat je nergens anders kunt zetten, dan hebben we handige smart wifi-pots. Probeer hiermee je wifi te versterken. Het kan ook zo zijn dat het apparaat de verbinding of de juiste instellingen kwijt is. Kies dan via de instellingen van je apparaat voor netwerk vergeten. En stel vervolgens je wifi op je apparaat opnieuw in. Lukt het al? Ja, bijna. Andere apparaten kun je resetten en opnieuw verbinding laten maken. En als dit ook niet helpt? Gebruik dan, als het kan, een internetkabel om je apparaat met het modem te verbinden. Dan kan er in ieder geval weer geprint worden. Ja, met een kabel ben je even uit de brand geholpen. Maar je hebt eigenlijk gekozen voor een draadloos apparaat. Klopt. Maar zijn er dan nog andere dingen die je kunt proberen? Soms zie je dat een draadloos apparaat wel verbonden is met wifi, maar niet de gegevens doorkrijgt. Of niet te benaderen is. Dit kan komen doordat apparaat A en B niet verbonden zijn met hetzelfde wifi-punt. Of dezelfde frequentie. Dan is het apparaat de weg kwijt. Ja, eigenlijk wel. Probeer eens met een andere telefoon of laptop het draadloze apparaat aan te sturen. Lukt dat niet? Kijk ook eens op de Ziggo Community. Daar worden veel handige tips en tricks gedeeld. Super, bedankt voor je hulp. Bam! Simone, ik heb de tickets!